Vanochtend is er veel bewolking boven ons land. En uit met name dikkere bewolking valt verspreid ook een spat regen. Ook boven de Noordzee ligt een pluk met dikke bewolking voor ons klaar, wat over ons land gaat trekken. Maar ook de opklaringen boven Engeland krijgen we later vandaag mee te maken. Vanochtend dus veel bewolking, verspreid een spat regen. Maar van het westen uit breekt de zon af en toe door. Temperaturen dan rond een graad of 17. En die lopen vanmiddag op naar 19 tot 22 graden. De zon breekt vanuit het westen vaker door, maar de vallen verspreidt ook buien, met name landinwaarts, mogelijk ook met een klap onweer. Vanavond neemt het aantal buien af en van het westen uit klaart het dan op steeds meer plaatsen sterk op. De temperatuur blijft nog wel lang aan de zachte kant met een graad of 17 en uiteindelijk daalt het kwik vannacht naar een graad of 10. Morgen dan is er wat meer ruimte voor de zon, maar dan hebben we ook nog te maken met stapelwolken en met name in het midden en noorden van het land kan een enkele stapelwolk uitgroeien tot een regenbui. Temperaturen vergelijkbaar met vandaag met 18 tot 21 graden. Vanaf zaterdag dan gaan we een aantal droge dagen tegemoet met zaterdagtemperaturen tussen 20 en lokaal misschien al 25 graden. Zondag gaat er een flinke schep bovenop met vooral landinwaarts op de meeste plaatsen al uh, zomerse temperaturen en zondag dan wordt het op veel plaatsen nog een stuk warmer.